Waar zijn we dan? Zoher Matsai is bij Matsi. Matazi. Matazi, kijk. Hij is lastig. Zoher Matazi. Nee, dat is mijn fout. Zoher Matazi is bij mij aangeschoven. Hij is onder andere voornamelijk eigenlijk acteur. Ja. Ik ben eigenlijk heel blij dat je bent. Want het is natuurlijk heel lekker om over de cultuur te praten en na te denken over de cultuur. Maar we missen de cultuur allemaal heel erg. En dan is het heerlijk als er iemand gewoon echt een ras-echte cultuurliefhebber, maar ook cultuurmaker volgens mij in de ochtend aan tafel schuift. Dank u wel. En jij bent zo iemand. Mm-hmm. En eigenlijk laten we even teruggaan naar een beetje begin van dit jaar, want jouw jaar begon volgens mij heel erg goed, want jij won de prijs. In maart was het? Of in maart? Ja. Ik won een internationale prijs voor een korte film. Ja. Best Acting Ensemble. Ja. En we zouden eigenlijk in mei zouden we naar Cannes gaan. Naar Cannes? Ja. Al wat erg. Ja. En dat is helaas niet doorgegaan. Nee. Dus mijn eerste keer in Cannes zou het zijn. Dus, nou ja, wat niet is, kan nog komen, hè? Dat moet positief blijven. Maar dat is dus... voor welke kort film was het? Het was voor La Case. Ja, en waar ging die film over? Het is een hele gekke film en het ging over een VVE-meeting... Ja. Die helemaal uit de hand loopt. Kijk, nou, dat is voor heel veel mensen waarschijnlijk herkenbaar. En het was gemaakt door Rotterdamse mensen. Ja. En daar won jij dus die prijs. En ja. Ik kan me voorstellen dat dat een euforisch gevoel was. Was het 7 maart dat je die prijs won? Of was het... Ja, ongeveer. Ja. Ja, dus echt een week voordat we... Ja, het was een week lang was er een festival, een internationale festival in Rotterdam. Ja. Opgezet door Amerikanen. En wij hadden daar gewonnen. Ja. Ja. En wat ging je toen door je heen toen je dat hoorde? Ja, te gek. Ja? Te gek natuurlijk. Het is zo fijn om toch een soort van erkenning te krijgen voor je werk. Ja. Samen met je collega's. En dat hebben we allemaal keihard voor gewerkt. Ik zie ook de glimlach weer. Als een kind van 12 als een zak snoep krijgt. En terecht. Exactly. En terecht. Dat is en ook zo. Daarna kwam natuurlijk het moment dat alles stop werd gezet. Wat heeft dat met jou gedaan? Wat het met mij heeft gedaan is... ik zat ook in de voorstelling in het Oog van de Storm. Mm-hmm. Met mijn collega Johanna ter Steeg. En we waren bijna bij de première. En toen werd alles gecanceld. Dus dat voelde voor mij hetzelfde als ik zou voorbereiden voor een marathon. En ik sta daar uiteindelijk. En ik ben aan het rennen. En ik haal de finish niet. Zo voelde het. Is dat dat is een heel leeg gevoel? Ja. Heel grote teleurstelling. Zeker, zeker. En heb je dan, wat is jouw, als je dat hebt, lig je dan de eerste paar dagen in bed? Of ga je, nou ja, uit zijn hij geeft dan niet zoveel zin. Hoe ben je ermee omgegaan met die teleurstelling? Heel lui. Ja? Ja. Op de bank gaan hangen? Ja, moeilijk wakker worden, series kijken. Gewoon helemaal leeg. Eigenlijk nergens zin in, moet ik zo zeggen. Om eerlijk te zijn. Het klinkt heel depressief, maar zo was het in het begin. Gelukkig ben ik daar wel uitgekomen, want ik ben wel zo iemand die gewoon blijft doorgaan. Dus ik ben verder gegaan met schrijven enzovoort. Ja, en je bent dus nou, dat is fijn om te horen dat het natuurlijk na het dal weer een weg omhoog is. En je bent gaan schrijven, dat betekent dat je dus nu je coronatijd nuttig invult. Ja, heb ik geprobeerd goed te besteden. Ja. En waar ben je mee bezig nu? Ik heb gisteren toevallig mijn eerste draaidag gehad. Ja. Voor een korte, of nee, dat is een lange speelfilm van een vriend van me uit Rotterdam. Welke speelfilm? Everything is Wrong. Oké, nou dat is wel toepasselijk in de... Is heel toepasselijk. Sluit het aan bij de coronatijd of heeft het daar echt niks mee te maken? Is het meer een... We lopen wel ergens hier en daar met mondkapjes, maar we vertellen niks over de coronatijd. Okay. Dus het is gewoon toevallig een titel die nu ook goed pas komt. Ja. En hoe is het dan weer als je weer mag spelen? Wat geeft dat voor een... Ik kan me voorstellen dat het vleugels geeft. Ja, heerlijk. Ik heb het gelijk op Facebook gepost. Ja. Mijn eerste draaidag in de coronatijd. Ja. Dus het is gewoon zo fijn om met mensen op set te zijn. We waren eigenlijk ook met weinig mensen. Ja. Maar het is gewoon zo fijn om met mensen te zijn. En aan het werk te zijn. En samen dingen te maken waar je uiteindelijk trots op bent. Ja. En dat is dus, en dan is dat hele, dan voelt het waarschijnlijk even alsof die coronacrisis er niet is als je weer even mag spelen en acteren. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, net zoals we hier hebben, dat iedereen afstand moet houden van elkaar. Dus dat maak je wel mee. Ja, dat hebben we ook gedaan. Ik vind wel dat we de verantwoordelijkheid moeten nemen om de afstand te houden. Ja, en je zit hier aan tafel voor Cultuur in Actie. Mm-hmm. Waarom vond jij het belangrijk dat je ook hier je stem liet horen?
Ja, omdat ik al... Ik ben al een aantal jaren acteur en maker. En ik kom steeds meer dingen tegen... waar we eigenlijk als makers en als acteurs gewoon niet gewaardeerd worden of niet gezien worden. Mm-hmm. En we worden constant opzij geschoven door de regering. En dat maakt me wel boos soms ook. Ja. Omdat ik zelf vind, cultuur is zo belangrijk. En dat is niet alleen voor mij als acteur en maker, maar dat is ook voor iedereen waar ik mee heb gewerkt. Ik heb ook dramales gegeven in moeilijke scholen. En dan werk ik met jongeren en dan krijgen ze dramales, niet per se omdat ze acteur willen worden, maar omdat ze meer zelfvertrouwen kunnen krijgen, omdat ze soms ook moeite hebben om een sollicitatiegesprek te voeren. Dus dan deed ik scènes met hun om te kijken hoe voer je een sollicitatiegesprek. Dus het zit echt heel diep in de kern van de bevolking. Het is niet alleen maar de acteurs, het is niet alleen maar de makers. Het zijn de schoonmakers in theaters, het zijn de barmensen in theaters. Het spreekt echt heel veel mensen aan. En ik vind dat echt zo zonde dat dat niet gezien wordt. Dus omdat het beeld van de cultuursector soms is dat het alleen maar heel veel subsidies krijgt en ingewikkeld is op toneel. Maar jij zegt eigenlijk, het zit juist helemaal in de kern, in de vaten van de samenleving, ook bij jongeren en bij kinderen die daar heel veel aan hebben. Dus je geeft ze handvatten om hun toekomst ook uit te bouwen. Dus als je daarop bezuinigt of dat niet waardeert, dan waardeer je eigenlijk ook niet al die dingen die de cultuursector eigenlijk met elkaar doet. En die, waar jij ook bijvoorbeeld energie in steekt. Ja, precies. Ja. En hoe probeer je dan, is dit dan een manier om die woede te uiten en zeggen van... Voor mij wel. En ik vind dat het nu... op een of andere manier ben ik klaar. We moeten gewoon onze stem laten horen. We moeten opstaan. We moeten laten weten dat we er zijn. Ja. En dat je ons niet zomaar opzij kan schuiven. Nee, en dat gelukkig... ik zal het nooit doen hoor, maar gaan we ik hoop opzij schuiven, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik hoop dat dat ook nooit zal gebeuren. Maar het mooie is in de cultuur in actie dat laten zien van waar de cultuursector voor staat, is dat ook sommige mensen wat meenemen of wat gaan doen. En jij gaat een spoken word zometeen uitspreken. Ja, ik ga... Vertel. Niet meteen het spoken word, maar wat houdt het in? Waarom? Hoe ben je op idee gekomen? Ik ben nieuwsgierig. Ja, ik ben in aanraking gekomen vorig jaar met spoken word. Toen heb ik mijn eerste spoken word ooit geschreven. Ja. Ik was daar heel onzeker in. Ik dacht, ik kan het nooit op dit of dat. En ik heb toch eentje geschreven en dat beviel goed. En dat hebben we uiteindelijk in een voorstelling gebruikt. Want even kijken, de spoken word. Als je dat in één zin moet samenvatten, wat is dat voor de mensen die dat niet kennen? Spoken word is eigenlijk een gedicht. Ja. Maar dan ook in de vorm van flow en een soort van soms ook wel straattaal erin. Soms, ja. En een bepaald ritme. Waar ging jouw eerste spoken word over? Mijn eerste spoken word die ging over gentrificatie. Okay. In Amsterdam. Ja. En dat heb je volgens in een voorstelling weer uitgebouwd? Ja. Op welke manier? Nou niet uitgebouwd. De voorstelling ging over gentrificatie. En ik speelde een rol daarin. En mijn rol, die deed een spoken word in de voorstelling. Dat was een muzikale voorstelling. Dat speelden we op markten in Amsterdam. En uiteindelijk heb ik gewoon mezelf uitgedaagd om toch een spoken word te schrijven. En toch te gaan doen. En sindsdien vind ik het heel leuk om te doen. Ja. En toen dacht ik, vandaag ga ik mezelf gewoon weer uitdagen om eentje te schrijven. Dat is ook cultuur, hè? Altijd grenzen willen verleggen en opzoeken. Ja, geen angst. Er is geen angst. Een beetje angst mag natuurlijk als je er maar overheen stapt. Ja. Ja, dus in dit geval is mini-angst voor de spoken word. En je hebt dus speciaal eigenlijk dus voor hier, voor het publiek, voor de cultuur en acties, demonstratie eigenlijk, heb je een nieuw spoken word geschreven. Ja. Ja, en er zit er ook een beetje gevoel van wat er nu natuurlijk ook gaande is in de wereld. Zit er ook in. En ik bedoel, ik vraag even naar de bekende weg, maar omdat je het ook zo zegt, dat bedoel je uiteraard wat er in Amerika gebeurt. Ja, ja. Demonstraties ook hier in Amsterdam, in Den Haag, in Groningen, in Rotterdam. Ja. Als je het zo opbrengt, ook, want wat is wat... Je had net over woede, over de cultuursector. Is het ook iets wat woede bij jou creëert? Ja, soms wel. Als ik bijvoorbeeld word getypecast, brengt het ook wel woede. Getypecast, is dat... Dat je dus voor een specifiek type altijd gecast wordt. Ja. Vind je dat er nog een vorm van discriminatie en racisme dan ook in de cultuursector zit? Dat we daarop moeten letten? Ik vind het een vorm van discriminatie. Het is geen racisme. Ja. Want discriminatie vind ik eigenlijk nog minder erg dan racisme. Discriminatie is iemand doet het eigenlijk ook onbewust. Racisme vind ik toch wel wat meer bewust.
Heb je dat ook... ik vind het gek als ik het niet vraag, maar heb je ook meegemaakt dat je... Ben je ook racisme tegengekomen in je werk of... Ja, vroeger meer, voordat ik in het theater zat, meer. Maar ik heb wel echt mezelf gedwongen om niet meer bezig te zijn. Want ik merkte dat ik op een gegeven moment heel veel haat kreeg naar mensen om me heen. En dan zag ik iedereen om me heen als een racist. En dat klopt niet. Terwijl, misschien is diegene alleen maar bezig om jou te corrigeren over een bepaald onderwerp of wat dan ook. Ja. Als je jong bent, heb ik het over. Toen ik heel jong was, had ik wel heel veel woede daarover. Dus ik zag wel iedereen als van, ah, je bent een racist. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat klopt gewoon helemaal niet. Ik kon niet meer zo leven. Ik moest het gewoon echt loslaten. Ja. En nu probeer ik toch meer in gesprek te gaan. Ook al krijg ik het gevoel dat iemand mij discrimineert, ga ik toch vragen stellen om echt zonder vooroordeel door te gaan in mijn gedachten dat ik denk, oh, hij is een racist of zo. Ja. Of hij discrimineert mij. Ja. Nou, ik ben blij dat je dit vertelt. En ik neem aan dat we dan ook een deel van die vragen in je spoken word gaan horen zo meteen. In ieder geval, je stipt het aan. Ja, het zit erin. Je gaat het wel horen, maar ik... Het is niet zo dat ik echt de nadruk daarop leg. Het zit er... Als je het voelt, dan voel je het wel. En anders ook niet. In ieder geval stof tot nadenken. Ja. Maar voordat je dat gaat doen, en dat is natuurlijk heel erg leuk... en ik draai even ondertussen naar achter, want er staat een groot krijtbord achter mij... met allemaal handtekeningen. Dat zijn niet kinderen die rekensommen hebben proberen uit te rekenen... en er niet uit zijn gekomen, maar dat zijn allemaal handtekeningen. Heel veel handtekeningen van mensen die hier aan tafel hebben gezeten... en die namens een bepaalde groep, of namens een hoeveelheid makers of acteurs... een handtekening zetten voor de actie. En jij gaat zo meteen ook je handtekening zetten... Ja. Namens hoeveel ga je die handtekening zetten? Of gewoon alleen namens jezelf? Ik ga het namens 50 personen doen. Ja. Ik zit in Rotterdam zit ik in een kunstenaarscollectief. Met verschillende kunstenaars. Van acteurs tot schrijvers tot performers tot muzikanten. Van alles door elkaar zitten we in één ruimte. En dat zijn 50 kunstenaars. Dus ik wil het graag namens hen. Te gek. Ik zie wederom de ik zie opnieuw de vrolijke glimlach. En wij gaan 50 man op de teller zetten. En als jij dan naar de muur wil toelopen om ook daadwerkelijk dat officieel te maken. Want mij ligt in de hoek liggen de krijtjes. Die zijn uiteraard helemaal ontsmet en veilig gemaakt. En dan waar ga je je handtekening zetten? Wordt het een grote handtekening? Wordt het een kleine handtekening? Het zit heel vol, dus ik ga het denk ik daar zetten. Linksonder komt de handtekening te staan. Namens 50 mensen. Ik ga hem wel groot zetten. Op de teller erbij zetten. Dat betekent kan ik ook de naam van Time Window zetten? Dus, je mag alles doen wat je wilt. Okay. Al maak je een tekening en dan zitten wij dus op 352.502 mensen die virtueel op het plein staan. Prachtig. Zo. Te gek zo, hè? En, dat het mooie is, je trakteert ons niet alleen op je handtekening, maar nu ook op een spoken word. Sorry? Je trakteert ons niet alleen op een handtekening, maar ook op een spoken word. Hoop ik. dus ja, toch? En daar is de microfoon, op de rode loper. Dus ik zou je willen vragen of je daarheen wil lopen. En dan gaan wij met z'n allen hier in de ruimte en met de kijkers thuis genieten van je spoken word. Dank je wel. Sta ik hier of niet? Zie je mij of niet? Toch sta ik hier. Ik blijf hier staan totdat jij mij ziet. To be or not to be, totdat jij mij ziet. Als ik wegloop, ik verlies. Het is geen ego, maar ik kan het niet. Want ik wil dat jij mij ziet. Doe mij een mondkapje. Ik kap niet. Knip je haar als je dat wilt. Ik ben klaar met detentie, dyslexie. Woorden blijven uit mijn mond komen zonder dat jij mijn lippen ziet. Begonnen als hobby, werd mijn liefde, mijn werk. Nu is het mijn destructie.
heel erg veel dank.